Ik loop voor. Blauw, ver ben jij? Dat is nog best ver. Daar zaten de Engelsen. En de sloot is in de vorm van het loopgraf. Ja, en nu staan we hier. Sorry. Iemand die een keer goede vraag. Mag ik klap gaan? Ja, inderdaad. Oh. Nog niet, ik heb heel veel tijd. Ik heb het lager. Ja, ik ga ook vallen. Piu, 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 piu. Kom, we gaan vechten tegen de Engelsen, want dit is een Duits loopgraf. Kom! We mochten. Hier ligt mijn kameraad. Dood. Dood. Hij heeft een ziekte, dus pas op. Wist je dat? Tijdens de oorlog heel veel soldaten brieven schreven naar het thuisfront. Dat staat. Ja, dat was het. Ja, het zit hier dan 3 tot 4 dagen en daarna gaat het bij weg. Tup. Oh, dit is denk ik. Yo, ja. Je kunt weinig horen, want hij is helemaal vol met water. Ja, kijk, dit gingen de Duitsers graven, want dan konden ze horen wat de Engelsen wilde zeggen. Ja, dit was de luisterput. Maar ik kan me voorstellen dat dit is de put van de liefde. Nou, zo'n Engels meisje die kan daar onder. Oh, wacht. Luistervlooien. Dat kan ook. Dit is een luisterding. Lachen en zwaaien. Ongemakkelijk. Lachen en zwaaien. En dan moet je in je vlog zo'n ongemakkelijk beeld maken. Dat je zo in je... Kijk, en deze betonnen stenen, dat zijn de zogenaamde zandzakjes, alleen die hebben ze niet echt nagemaakt. Nou, hier valt dan een bom op, dan ben je toch echt niet safe of zo? Nee. Ja, dat lijkt me logisch. Dit is een bunker. Ja, we staan erop. Maar er is geen ingang. Ja, hier. Oh. Nee, hier is de ingang. Oké. Okay. Hier in kunt kruipen. Serieus? Dat denk ik niet. Dat ervan een beetje beter is. Die er nu is. Wauw. Verder. Oh, dit is dat ene. Ik dacht even dat het water was daar zo. Wel wat? Hoe meer dingen die je hebt. Zullen we iemand op Dana? Op de menepoort staat vertaald vanuit het Latijn voor het vaderland en voor de koning. Ook alle namen van de niet teruggevonden Britse soldaten staan erop. Elke avond om 8 uur wordt You're the Last Post gespeeld.
Hier kon je heel goed zien hoe plekken tijdens de oorlog, na de oorlog en een paar jaar geleden eruit zagen. Even groter dan Laura. Ik ben een beetje vergeten te filmen, maar deze heb ik net ook vergeten. En nu weer dichtgepakt. Inderdaad, tol. Dit is helemaal niet. Dit is echt geen tol. Maar nu heb ik wel een tol. Ik ook, hè? Oh ja, jij hebt. Ik heb niet eens meer twee. Alleen dat dit twee. Ik haal nu een hele grote bak. Misschien heb je dan. Hier. Ik heb hier echt te veel. Waar je dan heel fout en geur.
parfum. Vanille. Nee, ja. Waar al die wasbeelden. Waar al die wasbeelden staan. Ja. Hij schijnt nu niet meer. Wat zit hier? Hoe heet het bordje? Kootje. Met Linda de Mol en Suzanne Visser. Die niet mannen, maar. Vrouwen? Ja, en dan in het, dat rijke gewielte daar zo. Wassenaar. Nee, maar hoe heet die serie? Voice of Vrouwen. Ja, oh. Punt en tellen. Yeah. Oké, okay, van het wifi-netwerk. Waar, Telford. Nee, met de laatste letter. T2. Shit. Ja. Oké, de rest ken ik eigenlijk al. Oké, wat je op je hoofd hebt, zo niet in hoed, maar een hoofddoek. Niet in hoed, maar een hoerka. Pet. Pet. Ja. Oké, okay, en dan een verklein woord. Petje. Ja, en dan wat zit er in een kersenzak? Pittenzak. Ja. Ja, ik probeerde petje, pietje en mietje of zo. Wat? We zijn er bijna. Oké, laten we dat maar niet gaan doen. Nee. Ja, een trein! Daar is een trein! Oh mijn god, dan heb ik bijna winkel. Oké, okay, dan was het echt een te enthousiaste reactie. Maar ik heb nu mijn auto bingo. Nou, nog steeds niet af. Maar ik ben aardig op weg. Ik ga hem eventjes pakken, doei. Dit moet ik nog. Oh. En mijn tas ruikt trouwens echt nog super erg naar, hoe heet het, naar patat. Want dat weten jullie nog helemaal niet. Waar zit de microfoon? Ik ben echt een sleutel voor elkaar. Ik weet het niet helemaal niet. Nee, hij zit hieronder volgens mij. Maar met de andere camera is het ook weer anders. Maar... met tas zou ik nog helemaal naar patat. Hoi. Ik moet vertellen waarom dat ging. Met, ja, nee, je moet er ook op. Ja. Nee, maar we gingen eten en die vrouw zei van het duurt maar 7 minuten. Maar dat duurde een half uur en toen moest ik mijn eten meenemen. Dat was een goed verhaal. Nou, vertel maar jij pizza, dan. Mijn pizza was wel op. Je ziet echt geen kut. Dat is zo. Wij kwamen aanloop op het kerkplein en toen kwamen we 5 mensen tegen met een bakpizza die ze al binnen aan het schrokken waren in 5 minuten. Mij is het gelukt. En Dame die met zo'n zakfiets. Ik had ook een cheeseburger en die was wel gewoon normaal. Die is gewoon uit de dat was lekker. Ja, oké, ik kan niet uitleggen, maar het is echt. Ja, maar pizza was lekker en het lukte gewoon. Ik bedoel, ik was echt pro. We waren echt zwervers, dat is dan voor niet. Maar kijk, niemand snapt dit verhaal, want wij nemen maar onze leden voor jou. Oké, word maar krachtig. We hadden pauze, we gingen pizza halen. De pizza was inderdaad klaar. Het stond er voor op museum om een pizza te eten. Het was lekker en ik heb binnen 5 minuten opgepraat. Ja, die patat was dus niet meer te eten. Ja. Maar die cheeseburger was wel nog lekker. Dus... Jee. Leuk. Oké. Dit is het winkelwagen. Kut. Ja. Je moet het maar geloven. Ja, dit is een Beast of All tune. Oh. Maar daar was het lekker. Ah, dan moet ik echt zo'n drone hebben. Lekker, hè?